Ik ben Timo Maas. Ik werk bij Trato aan een onderzoek naar Living Labs. Het idee van Living Labs is dat omdat je experimenteert in een levensechte omgeving, dat de oplossing waar je mee komt ook beter aansluit bij bij de realiteit. Het idee is dat steden zowel te maken krijgen met heel veel problemen, zoals klimaatverandering, maar ook de bron zijn van die problemen, maar ook een oplossing kunnen bieden voor heel veel van deze problemen. Dus is bijvoorbeeld in Amsterdam bij Bruikswaterham een project waarbij er geprobeerd wordt om handen en voeten te geven aan het abstracte idee van de circulaire economie. Dus bijvoorbeeld zijn er een aantal woningen die straks met elkaar een slim net hebben, waarbij ze vraag en aanbod van energie met elkaar afstemmen. Als je bijvoorbeeld heel veel zon hebt en je wil een wasje draaien, dat jouw wasmachine dan weet dat er heel veel energie is en zichzelf aanzet. Terwijl die misschien nog even wacht als het toevallig net bewolkt is. We zijn nu bezig om beter te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt in deze initiatieven. Hoe daarin onderzoek wordt gedaan, hoe erin wordt geleerd en hoe mensen die lessen ook weer verder proberen te verspreiden. En ook een vraag is, wiens problemen worden opgelost? Is het een vorm van city marketing of iets waarbij een bedrijf een mooi product kan maken? Of wordt er ook echt aan de maatschappelijke problemen gewerkt? En wat zij daar als overheid aan beleid op moeten of kunnen maken?